Yes, dames en heren, super leuk dat jullie kijken naar deze wat kortere update video. Als jullie misschien eventjes een duimpje mogen willen doen, dat zal heel erg gewaardeerd worden. We gaan voor de 2000 likes, hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren kan natuurlijk ook en je kunt ons ook supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. Wie onze code ook heeft gebruikt is Taco. En teveelgevraagd, ik heb de Spooky Scary Skeletor emote gekocht met jullie zak. Hey, dat is absoluut een heel toffe emote. Volgens mij komt die van TikTok af, weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval super tof, Taco, heel erg bedankt daarvoor. Een dikke een vette shout-out naar jou. Goed jongens, laten we snel doorgaan naar het eerste topic. Ik heb weinig nieuwtjes. Echt heel erg weinig. Maar ja, laten we er alsnog eventjes in duiken. En het eerste topic gaat er eventjes over dat jouw skins kunnen worden afgepakt door Epic Games. Nu stress je misschien een klein beetje. Nee, valt misschien nog wel mee. In ieder geval, hoe dat kan, is een beetje op een vage manier. Namelijk, iemand, een creator, die heeft best wel veel skins gekregen van iemand. En omdat hij die heeft gekregen, heeft hij zeg maar niet blijkbaar het recht op de skin. Want ze worden gewoon afgepakt door Epic Games. Omdat diegene die ze had gegift, waarschijnlijk iets heeft gedaan wat niet mocht. Waarschijnlijk een gestolen creditcard of iets in die trans. Dat is er gebruikt. Nu is dat geld teruggehaald door de gebruiker van de creditcard. En dat betekent ook dat die gegifte skins weer terug moeten worden gezet. Dus letterlijk, die creator die deze skins heeft gekregen, die heeft iets van 10 skins gehad die worden gechargeback, zeg maar. Dus dat is best wel een big issue, want hij had een aantal OG skins, bijvoorbeeld de World Warrior. Oké, OG is misschien een beetje overdreven, maar in ieder geval een skin die waarschijnlijk nooit meer terug gaat komen, omdat het een speciale skin was bij de World Cup. Maar ja, het was aan hem gegift, dus hij kon het zelf ook niet meer kopen. En nu, omdat de persoon die gifte een gestolen creditcard heeft gebruikt, is hij de lul. Alle skins worden gewoon teruggehaald. En dat is toch best wel een creepy feeling. Ik heb volgens mij een aantal dingen die zijn gegift, niet eens heel erg veel. Maar het zou best wel vervelend zijn als dat wordt weggehaald. Voornamelijk een item wat gewoon bijzonder is. Dus dat wil ik absoluut niet. Gelukkig heb ik de meeste dingen gewoon zelf gehaald. Dus ik zal dat probleem eerlijk gezegd niet echt krijgen. En anders moet je een beetje hopen dat degene die jou gift wel op een normale manier betaalt. Maar ja, in de meeste gevallen is dat ook zo. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is eigenlijk een beetje een vervolg op de glitch die ik jullie gisteravond heb laten zien. Heb je die video nog niet gezien? Klik eventjes op het i'tje, want het is de meest geniale glitch om OG skins gewoon nog een keer te kunnen kopen. Het slaat nergens op. Nou ja, het slaat wel ergens op, maar wat ik ermee bedoel te zeggen is dat het echt gewoon een heel erge glitch is. Maar, hier een vervolg. Ik had gisteren laten zien hoe je dus inderdaad OG starter packs kon kopen. Nou, het kan blijkbaar ook met de special football bundle. Iemand heeft dat laten zien dat het mogelijk is. Hij kan betalen. Ik zie geen error staan of zo. Dus dit is echt een groot probleem. Mensen veranderen dus inderdaad hun tijd op hun computer en kunnen dan gewoon oude bundels gewoon nog kopen. Ik ben benieuwd of dit ook kan voor bijvoorbeeld de Frozen Legends bundle, de Fallen Love Ranger bundle bijvoorbeeld. Ik ben heel erg benieuwd. Waarschijnlijk kan dat wel, alleen op een iets andere manier. En op die manier, als ik die weet, laat ik dat natuurlijk aan jullie weten. Maar op dit moment heb ik daar nog geen informatie over. Ik weet enkel en alleen hoe je dus de OG starter packs kunt krijgen. Maar nogmaals, klik eventjes op het i'tje als je die video wilt zien. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over Creative. Namelijk Creative krijgt een nieuw item. Sterker nog, het zit er al in. Fortnite Create heeft het namelijk getweet. Het is namelijk een item granter. Dus dit item kun je neerzetten en daaruit kunnen items komen. Een soort van nieuwe manier om items aan iemand te geven. In plaats van dat het een groot vierkant moet zijn, zeg maar, waar een item dan uitkomt, kan het nu gewoon een klein object zijn waar items uitkomen. Wat natuurlijk super chill is. Creative wordt constant beter en beter. Ook met dit soort kleinere dingen. Zo hebben we laatst bijvoorbeeld ook volgens mij een Rift gekregen. En daarmee kun je natuurlijk teleporteren. Iets best wel groots voor in Creative. Maar ook dit item is weer heel erg belangrijk dat ze dit hebben toegevoegd. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, dames en heren, is een concept. Het gaat namelijk over de Quad Splasher. Dit is dus, ja, niet aangekondigd of zo. Het is letterlijk door iemand gemaakt. Maar het idee daarachter is heel erg goed. Namelijk dat dit ding
ding over land en water kan. Dit zien we al in het echt, dat je van die quads hebt, zeg maar, die ook over het water heen kunnen. Alleen, hoe vet zal het zijn als het ook in Fortnite komt? Ik bedoel, we hebben heel erg veel land, we hebben heel erg veel water. Als die dat combineert, dat zou helemaal perfect zijn. Ik weet niet of de boten dan nog veel worden gebruikt, maar eerlijk gezegd, zo'n quad, dat lijkt me zo fijn, hè. Echt, ik ben heel erg benieuwd of ze dit erin gaan doen. Ze kunnen er denk ik best wel iets vets mee gaan maken. Alleen, moeten ze nog wel eventjes doen. Het ziet er niet naar uit dat die volgende update erin gaat komen. Een vehicle überhaupt. Dat zal pas echt zijn bij de volgende grote update. En die is pas over anderhalve week, jammer genoeg. We krijgen als het goed is dinsdag of woensdag een andere update. Waarschijnlijk krijgen we een, een harpoen. Volgens mij krijgen we die. Maar ja, een vehicle, dat zal wel echt ideaal zijn. Maar op dit moment hebben we daar nog geen informatie over. Maar wel een heel erg mooi concept. Dus ik dacht, ik laat hem eventjes aan jullie zien. Veel mensen zijn het er mee eens dat deze erin moet komen. Ik ben heel erg benieuwd. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste topic alweer. En dit gaat eventjes over een cheat sheet. Zoals jullie hier in beeld zien. Dit is natuurlijk extreem handig om bepaalde challenges te doen. Zet hem eventjes op pauze. Want ik ga hem niet de hele video in beeld laten staan. Maar natuurlijk extreem handig. Ik weet eerlijk gezegd niet eens waarvoor deze zijn. Voor de Dorkyard deal of zo? Ik snap nooit iets hiervan. Maar jullie hebben de informatie, sorry. Dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauw duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan natuurlijk ook. En je kunt al sporten in de itemshop met de code teveel gevraagd. Ook wil ik nog eventjes melden. Onze Minecraft server is nu, niet free to play. Maar een deel wel, namelijk Kip PvP is gelaunched. En dat is free to play. Is echt super dik geworden. Geen pay to win of zo. Pay to win kits en zo zit er allemaal niet in. Iedereen is gelijk. Het is echt extreem dik geworden. Dus ik zou zeggen play.vulvraag.nl op Minecraft als je dat speelt. Shop.vulvraag.nl voor namelijk nieuwe merch. En dat was het wel. Mensen, tot de volgende video en peace out. Yeah.